totalitaire constructie. Ja, dat hebben wij nergens opgeschreven. En lijkt me ook een bizar voorstel. Okay. Dus er zit gewoon echt... Wat ik raar vind, is, ja. Je zegt aan één kant van... corona treft vooral ouderen, die gaan eraan dood. Tegelijkertijd zeg je, de ouderen die beschermen zich allemaal wel, dus die zijn veilig. Dus blijkbaar, ondanks die bescherming die wij ouderen onszelf opleggen, is het zo erg dat er nog een heleboel ouderen ook in het ziekenhuis komen en doodgaan. En wat die jongeren betreft, ik was toevallig vandaag bij een collega van mij op bezoek. Die is nog jong, 40 jaar, die heeft long covid al een jaar lang. 10% van de mensen die corona hebben ongeveer krijgen daarmee te maken. Er is niet duidelijk of ze daar ooit overheen komen. Een slecht onderkend probleem. Je kan niet zeggen dat het voor jongere mensen helemaal niet zo'n probleem is. Nou kijk, deze epidemie is voor iedereen vreselijk. Wat dat betreft kun je er beter zo snel mogelijk voorbij zijn. We zitten er nu weer over te praten eigenlijk. Als ik er nu op moet houden erover te praten. Maar het is voor iedereen vreselijk. En er is geen gemakkelijke oplossing. Mm. Maar de verhouding tussen wat we van jongeren vragen met schoolsluiting en met sluiting van universiteiten en de opbrengst die dat heeft in termen van gezondheid is zoek. Ja. En bedoel, daar kun je... Economen hebben de afgelopen 40 jaar één ding heel goed uitgezocht. Dat is de waarde van onderwijs. En die is verbijsterend. Ga kijken of je naar kijkt naar wat je later kunt verdienen voor jezelf of voor de samenleving. Of dat je gaat kijken naar criminaliteit. Of je gaat kijken naar je levensverwachting. Of naarmate hoe gelukkig je bent. Of je al of niet echtscheiding krijgt, het allemaal voor een groot deel de onderwijs bepaalt. En we hebben daar heel veel aan zitten rekenen. Want er is dus een sommetje gemaakt, Tennis, en dat komt op ongeveer 30 miljard schade aan de maatschappij, dat die jongeren niet naar school gaan en niet naar de universiteit. Dus dat is nog alleen maar een mooi rond getal. Ja? Alleen maar over deze 2 maanden. Ja. Dus het gaat alleen maar over de schoolsluiting vanaf 16... Daar worden vragen december. Over gesteld. Hoe komt die Teunings aan 30 miljard? Is dit natte vingerwerk? Dit is gewoon standaard, laten we zeggen, wat het onderzoek over... Ja. De meerwaarde van onderwijs oplevert, levert ongeveer zo'n soort percentage. Ik heb een voorzichtig percentage hier genomen. Dus in feite dingen over de winst aan gezondheid, de effect op criminaliteit. Ja. Allemaal dat soort dingen die blijven daar eigenlijk allemaal buiten, omdat daar al wat meer discussie over ontstaat. Dus het is gewoon vrij standaard. Ja. Straks een wetenschappelijke publicatie vandaag ook aan doen. Komen we straks even terug. Laten we even naar Londen. Reactie van Marcel Levy. Dat plan van oké, scholen open, universiteiten open. Ja, de ouderen moeten zichzelf maar een beetje in acht nemen. Ja, ik heb er een beetje een probleem mee. Weet je, die lockdown is echt voor iedereen verschrikkelijk. Is voor jonge mensen verschrikkelijk. Dat legt meneer Tullings heel goed uit. Vanwege het onderwijs wat ze missen. Het is voor oudere mensen ook heel verschrikkelijk. Die mensen zijn eenzaam. Heel veel van die mensen zijn al een jaar de straat niet op geweest. Die kunnen ook niks. En zo is het voor iedereen. Iedereen heeft zo zijn eigen werkelijkheid. Een beschaafde samenleving kenmerkt zich door solidariteit. Tussen zieken en gezonden. Tussen ouderen en jongeren. Tussen zwakkeren en sterkeren. En als we daar nu een splitsing in gaan aanbrengen, dan gaat die solidariteit verloren. Het experiment van meneer Teulens is al gedaan van de zomer. Toen was alles open. De jongeren mochten lekker naar Griekenland en Spanje op vakantie, mochten feesten, kwamen terug. En je zag eerst in de universiteitssteden alle plaatjes rood worden. En later sloeg dat over op de ouderen. Dus ik denk niet dat dit een heel erg goed idee is. Ik herken de schade die wordt aangericht bij jongeren. Maar ik denk dat we niet voorbij moeten gaan aan de schade die op dit moment wordt aangericht bij ouderen. En we gaan hier alleen maar doorheen komen als we het samen doen. Als één groep, als één gemeenschap. En dat betekent dat we allemaal nog eventjes voor moeten gaan. Repliek. Ja. Repliek. Ja. Nou, de repliek is dat vanzelfsprekend solidariteit een belangrijke rol speelt. Kijk, de samenleving heeft allerlei regels waar we ons aan moeten houden. Omdat we solidair zijn met anderen. Je mag niet te hard rijden in de stad, want dan rijdt iemand overhoop. En daar hebben andere mensen last van. Er zijn een tal van dat soort regels. En rond de corona-epidemie zijn er vanzelfsprekend dat soort regels. We dragen mondkapjes. Allerlei dingen niet en wel omdat er corona is. Maar hier is iets totaal uit het lood geslagen in de kosten en baten. Dus als je hier gewoon nuchter over gaat nadenken, wat wij van jongeren vragen, is disproportioneel. Er is gewoon